De gewapende eenheden van de diverse korpsen hebben vandaag een gemotoriseerd defilé gegeven vanuit het defileerpunt op het Onafhankelijkheidsplein. Heeft de pas beëdigde president Chandrika Prasad Santokhi het defilé afgenomen. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk en de ministers van het nieuwe kabinet waren aanwezig op het erepodium. Wij brengen u een fragment van het defilé. Het KPA. En het KPA heeft jarenlang gevochten voor een eigen korpsleiding. En daarmee ook een vaandel. En dat is nu gelukt. Hier hebben we onze trotse KPA-ambtenaren. En met hun... Het ziet er goed uit. Tot zover het defilé vandaag op het Onafhankelijkheidsplein. Dit defilé was een van de eerste officiële handelingen van de nieuwe president Chandrika Prasad Santokhi, die geflankeerd werd door de bevelhebber van het Nationaal Leger en de korpschef van het Korpspolitie Suriname.